Ja, we zijn niet frisjes begonnen. Opwarming was niet zo goed. Puurs is sterk begonnen aan de wedstrijd. Direct 1-0 op voorgekomen. Maar we zijn terug goed gekomen op 1-1. We waren van achter een beetje aan het slapen, 2-1, 3-1. Wij scoorden uiteindelijk net voor rust, 3-2. En ja, we zijn naar de kleedkamers gegaan. De kopjes waren een beetje omlaag en zo. De coach was, die heeft op ons geroepen. Uiteindelijk, kopjes terug omhoog. We hebben alles gegeven, als leeuwen gevochten. En uiteindelijk winnen wij de wedstrijd. Ik denk een droomstart. Dan kunnen wij eigenlijk die match controleren. Ik denk dat we dat ook gedaan hebben. We geven wel wat kansen weg, maar we spelen tegen een goede ploeg. Een ploeg dat eigenlijk heel sterk aan het seizoen begonnen is. Maar ik denk wel dat we de eerste helft goed gecontroleerd hebben. En dat we wel terecht met die voorsprong dan de rust ingaan. Het verloop van de wedstrijd, ja, we wisten dat zij gingen komen. Ja. Het is een heel ambetante manier waar we het uiteindelijk op weggeven op het einde. Dan is er ook heel weinig tijd om nog te reageren. Als we op het scorebord staan we nog een aantal minuten voor tijd staan we nog voor, dan komen ze gelijk. Ja, dan gaan ze erover en dan is er eigenlijk te weinig tijd om nog te reageren voor het tijd te doen keren. Ja, ik wist dat Schaarbeek een heel technische ploeg is met snelle jongens in de groep. Zij kunnen ook heel goed roteren, dus zij draaien heel goed. En wij moesten daar natuurlijk iets tegenover zetten en doordat je 1-0 voorkomt is het... Is het vooral de bedoeling om die wedstrijd af te werken in counters? Ik denk dat we heel veel mogelijkheden gehad hebben om eerst in de eerste helft al met 3 goals, 4 goals voor te staan. En dat is niet gebeurd. Dat is natuurlijk in ons nadeel gespeeld. Maar sommige jongens waren iets te gretig met heel veel blauwe kaarten te gevolgen. C'était un match très équilibré. En première mi-temps, on a très mal commencé. On a eu beaucoup de déchets dans le jeu. On perdait beaucoup de ballons. Et on a reçu très tôt une carte jaune de notre capitaine qui nous a pu chambouler un petit peu notre système de jeu parce que c'est quand même une pièce importante dans le système de jeu. Et on a eu beaucoup d'énervement, beaucoup de on va pas dire de stress, mais beaucoup d'énervement. Ce qui a fait que on jouait très mal, on défendait mal et on pressait mal aussi. Donc voilà, et à la mi-temps, j'ai remis un petit peu les choses à leur place au vestiaire. Et en deuxième mi-temps, je crois qu'on a contrôlé le match. Ils n'ont pas été dangereux seulement sur 2-3 contres. Nous, on a maîtrisé, on a eu des occasions. Malheureusement, elle ne voulait pas rentrer. Ça a été stressant jusqu'à 5 minutes de la fin. Et puis ensuite, on a vu que Purs était un petit peu nerveux, a commencé un petit peu à faire les fautes. Et ils sont vite arrivés à la 6e faute, ce qui a provoqué le 10 mètres, qui nous a remis en confiance. Par contre, eux, ça leur a mis un coup au moral. Et ensuite, voilà, on a continué à jouer. J'ai mis Bilal Ndjenka en pivot. Ça a fonctionné. Il a eu une faute sur lui, donc ce qui provoque un pénalty. Et voilà, on a mis le 3-4. Et puis, sur un contre, on met le 3-5. Donc, on va dire ce que je pense du match, une mauvaise première mi-temps. Et on va pas dire une très bonne deuxième mi-temps, mais une bonne deuxième mi-temps. On peut faire mieux.